Alles ja? Ja, dat is er, hè. Ah ja? Nee, je reed erop. Oh, en die voorin? Ja, die heb ik. Allee, dat zou zijn. 80 per uur, 90 per uur. Ik moet nu wel onder slaap slaan, pak 80 per uur. Nou ja. Oh, en telefoon. Ja, hallo met de kraak. Ja. Ja. Oké, we zijn er onmiddellijk. Er is een moord in het bos, een kilometer hier vandaan. Hoe gaan we daar? Jongens, daar, kom! Kom aan! Alles klaar, alles goed? Draken. En, met wat hebben we precies te maken? De jongen is vanmorgen vermoord geweest. En als hij streamt in zijn nek, kan je dus duidelijk zien dat hij gewerkt is. Die is er zeer slecht aan toe. En hoe lang zit hij hier al liggen? Ik zal even zijn bloed moeten proeven. Als A positief, dan wil ik wel zeggen dat hij er al 2 uur ligt. Ja, oké, dan hebben we genoeg info. Ben je klaar? Tot de volgende! Succes, tot dan. Succes. Ja. Goedenacht. Hé, wat is dat daar? Daar moeten we langs gelopen zijn met ons te haasten. Ik denk dat het cocaïne, is. Wispelaar, ja. Kom eens! Ja. We hebben daar net gevonden, wat denk je dat is? Cocaïne. Neem maar een staaltje mee. Dat ga ik doen. Kunnen we nog gebruiken. Dat is klaar. Salut, hè. Salut. Zullen we hier eens aanbellen? Misschien hebben die mensen iets gezien. Weet maar nooit. Wie zou dat nu eens zijn? Goedemiddag, we moesten kloppen om te bellen, Winnie. Maar er is hier al gebeld. Bon, oké. Dit is Sjoerd de Kraken en mijn collega de Klerk. Moet je eventjes binnenkomen om wat vragen te stellen? Ja, kom terug binnen. Nou, natuurlijk wel. Ga maar zitten. Dank u. Wens je iets te drinken? Hebt u koffie? Ja, zeker. Ja, voor mij een kopje koffie alsjeblieft. Voor mij ook alsjeblieft. Ja. Leuke muziek. Ja. We hoorden u enkele vragen stellen. Hebt u vanmorgen iets verdacht te zien omstreeks 10 uur? Nee, ik heb niets verdacht te zien. Met u dat zeker, want het is zeer belangrijk. Bent u buiten geweest vanochtend? Ja, ik ben even met mijn hond gaan wandelen in het bos. Rot het bos, maar ik heb niets verdacht te zien. Enkel een jonge stem. En nu ben je gaan eken of er iets gebeurde? Nee, ik dacht gewoon dat er de kinderen aan het spelen waren. En hebt u verder nog iets gezien? Ja, nu het zegt, ik heb wel een donkere man in de heuvel zien opklimmen. En hoe zag die man eruit? Ja, hij had een zware jas aan en hij had een zonnebril aan, terwijl het eigenlijk geen mooi weer was. Zo. Oké, dank u wel. Kunnen we deze week nog bereiken voor verdere vragen? Ja, ik ben elke dag van de week thuis. Oké. Okay. Ja, dank u voor de medewerking. Dank u wel. Dank u wel. Ik zal u even uitlaten. Dank u.
post, is dat de man daar? Ja, dat is de gast. Kom, zou moeten vragen. Meneer, waar was ik vanochtend om 10 uur? Vanochtend om 10 uur, dan denk ik dat ik aan het slapen moet, meneer. En heeft u daarvoor een alibi? Een alibi, bedoelt u? Iemand of iets dat kan bevestigen? Nee, dat vrees ik niet, want om te beginnen, ik was aan het slapen en ik woon hier alleen, dus. Ja. We hebben een tuin die om 10 uur vanmorgen in het bos van Kroge Geest gezien heeft. Wat heeft u daarop te zeggen? Anders weet ik niet, meneer, ik was thuis, dus. Dan zouden we eventjes moeten meenemen naar het bureau voor een verhoor. Ja, vind ik ook. Waarom heb je dat onderwoord? Niet zo meer.